Er werd aan een gecoördineerde actie gedacht. Het begon met ontploffingen bij benzinestations in het hele land. De grenzen in het noorden, oosten en zuiden zijn gesloten. In Utrecht brak een grote brand uit. Een gat met een doorsnede van 1000 meter in het hart van de stad geslagen. De wind stak woedend op van de aarde recht naar boven. Kolommen stof tollen rond tussen de huizen. De mensen bewegen zich tastend, blind tot buiten de stad. In de grachten drijven lijken. Er zwemmen honden die zich eraan te goed doen. Kinderen hebben gezien hoe hun ouders verpletterd werden. Bij de grensovergangen in Groningen en Drenthe staan kilometerlange rijen. Kinderen, tassen, gestapeld in en op auto's. Iedereen wil het door. In het hele land zouden brandhaarden zijn. Wie ze aanwakkerden wordt niet gezegd. Niemand gelooft in toeval. Boven Overijssel hangen gaswolken. 1,5 miljoen mensen rennen in dichte drommen. Alle netwerken zijn uitgevallen. Staat er nog een ziekenhuis overeind? Er is een run geweest op de banken. Wie met grof geld zwaait kan vervoer naar het westen krijgen, naar de kustplaatsen. Alles. En iedereen is in beweging. Zou je misschien mijn computer even naar beneden willen brengen? Geruchten. Het Rijksmuseum zou grotendeels zijn ingestort. Hoeveel overlevenden er zijn, weet niemand. De Veluwe staat in brand. Aggregaten hebben het begeven. Iedereen rent. Tussen Delft en Leiden is een groep kinderen op drift. Het is onveilig voor meisjes. In de nacht worden ze uit de rijen geplukt. Er komt geen drinkwater meer uit de kranen. De noodreservoirs en de duinen zijn gebroken. Op de Maasvlakte doen zich verschrikkelijke taferelen voor. Uit alle provincies zouden mensen naar de kusten trekken. Er zeulen nog steeds mensen met hun spullen. Het schijnt dat de Zeeuwse eilanden geïsoleerd zijn geraakt. Delen van dijken zijn weggeslagen. De eilanden drijven in westelijke richting. Er is een onbekende troepenmacht door de oostgrens gebroken. Het schijnt dat de regels veranderd zijn. Maar van welk spel in godsnaam? Waar is de overheid? Er zouden tientallen boten klaar liggen om Nederlanders naar de overkant te brengen. We zijn met duizenden. Er glijden lichamen over de randen van de boten. Er keren boten terug met levenden en doden. Waar is de overkant? Er is geen overkant. We drijven verder. We spoelen over de hele wereld aan. Niemand zit op vluchtelingen te wachten. Gelukszoekers. Zo worden we genoemd. En dat zegt helemaal niks. Ja, hij staat er weer.